Feit. Feit. Of fictie. Het kon ook bijna niet anders, Lammert, dan dat het over stikstof zou gaan. Nee, we hebben een appgroep in de redactie. Ja. En daar kwamen de ene naar de andere tip, bonanza. Precies, ja. Voor stikstof binnen. Ja, maar ze gaan ze allemaal serieus checken. Absoluut, ja. Want afgelopen vrijdag inderdaad presenteerde het kabinet de stikstofplannen. En zoals verwacht stuiten die op veel weerstand bij boeren. Ja, er werd al veel over gezegd en geschreven. Het onderwerp zal zeker vast nog terugkomen in deze rubriek. Maar we beginnen met de bewering die ik las in NRC. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging ging op bezoek bij boerin Alice van Drie in Nijkerk. En die vertelde haar: 1 hectare landbouwgrond kost hier in Nijkerk ongeveer een ton. Maar als deze grond eenmaal in handen is van de overheid en die maakt er bouwgrond van, dan is die bouwgrond al snel 4 keer zoveel waard. Nou, dat ben je gaan uitzoeken. Of landbouwgrond inderdaad 4 keer zoveel waard wordt als erop gebouwd mag worden. Inderdaad. En we hebben eerst even het kadaster gebeld en gevraagd wat landbouwgrond nou gemiddeld kost. Luister even naar hun grondexpert Paul-Peter Kuiper. Op dit moment ligt de gemiddelde grondprijs voor heel het land. Dus dan heb je erover grasland, snijmaai, en akkerbouwgrond, die ligt net boven de €70.000 per hectare. Ja, dus €70.000 per hectare. Bij de uitkoop van boeren gaat het vaak om melkveebedrijven. Dus ik heb ook even specifiek gevraagd wat een hectare weiland grasland gewoon kost. En een hectare grasland kost gemiddeld zo'n €60.000. Nou, serieus geld dus, maar wordt landbouwgrond meer waard als er opgebouwd mag worden? Ja, daarvoor moeten we zijn bij Willem Korthals-Alters. Hij is hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft en zegt dat er inderdaad veel met die grondwaarde kan gebeuren als er eenmaal huizen opgebouwd mogen worden. Wanneer ergens woningbouw kan plaatsvinden, dan wordt vanuit die woningbouwlocatie wordt gekeken wat er nog mogelijk is. En dat hangt heel erg af van de locatie in Nederland en de type woningbouw wat de waarde is. Maar dat kan echt, de prijs kan meerdere keren over de kop gaan. Maar dat gaat alleen voor locaties waar die woningbouw wordt verwacht en niet voor heel Nederland. Nou, de prijzen kunnen dus meerdere keren over de kop. Een bron, Lammert. Ja, we weten geen bron. Het. Nee. En er zijn meer partijen die dit bevestigen? Ja, want ook het kadaster bevestigt dat het dan veel duurder wordt. We hebben ook even met de NEPROM gesproken. Dat is de brancheorganisatie van projectontwikkelaars. Zij kopen grond om huis op te bouwen. Dus zij weten als geen ander hoe die grondprijzen bepaald worden. En ook hun directeur, Jan Fokkema, bevestigt die enorme waardestijgingen. Nou, de waarde van grond stijgt aanzienlijk op het moment dat er in plaats van zeg maar het landbouw plaatsvindt, als daar bijvoorbeeld woningbouw plaats mag vinden. Dat gaat echt om aanzienlijke waardestijgingen. En hoe zekerder dat wordt, hoe hoger de waarde ook wordt voor die grond. Die prijzen gaan dan dus stijgen. Boeren zijn dus bang dat hun grond goedkoop verkopen en dat ze dat moeten en dat die grond dan over bijvoorbeeld 5 jaar veel meer waard is. Ja. Hoe groot is die kans dan? Nou, volgens meneer Fokkema is die kans niet zo heel erg groot, want het ontwikkelen van een woonwijk duurt heel erg lang, vaak wel tientallen jaren. En verder benadrukt hij dat er maar een heel klein deel van die landbouwgrond in aanmerking komt voor woningbouw. Het gaat natuurlijk over grond in de nabijheid van stedelijk gebied. Liefst ook met goede infrastructurele ontsluiting. Dat soort gronden, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn dat daar ooit woningen kunnen gaan komen. Maar voor de meeste gronden geldt natuurlijk dat daar nooit woningen gaan komen. Dus dat daar zo'n prijsstijging helemaal niet aan de orde is. En hij zegt zelfs dat sommige landbouwgrond straks zelfs minder waard wordt, omdat er én geen huizen gebouwd gaan worden en het niet meer is toegestaan om het te gebruiken voor intensieve landbouw. Oké, dan gaan we toch even terug naar het begin. Boerin Alice van Drie, die zei in het NRC dus dat landbouwgrond 4 keer zoveel waard kan worden als er gebouwd kan worden. Is dat dan feit of fictie? Ja, dat is een feit. Als er gebouwd mag worden, dan kan de waarde van landbouwgrond inderdaad meerdere keren over de kop gaan, tot wel 4 keer. Maar belangrijk om eraan toe te voegen, voor het gros van de landbouwgrond is zo'n waardevermeerdering niet realistisch, omdat er maar op een heel beperkt aantal locaties gebouwd zal gaan worden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.